Zo. Goedemorgen. Hi, ik ben Find the Creator. Ik ga heel even mijn lensjes goed maken hier. Even je oogkast aan het schoonmaken hoor. Goedemorgen. Weer een nieuwe dag, een nieuw moment. En ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. Vroeg op. Wel, laat in slaap gevallen, maar dat val ik altijd, hè? Dus iets nieuws of zo, hoor. Helemaal niet iets nieuws. Maar ja, ik moet in het ritme van de dag meegaan. En opstaan. Wat gaan we doen dan? Leuk dat je kijkt. Welkom op avontuur, welkom op een nieuwe dag. Dat we vechten tegen verslaving. Onderdeel van een serie, hè? Dus als je de eerste delen nog niet hebt gezien, misschien moet je de eerste delen gaan kijken vanaf het begin. Een nieuwe dag. Oh, ik wil eigenlijk terug naar mijn bed. We gaan kijken in hoeverre we dat kunnen regelen. Dikke zwits al op je oog, hallo. Een prachtige mooie gele auto hier voor de deur. Zou wel lekker zijn om die auto te pakken om, even een stukje te gaan rijden. Ik heb fruit gestolen. Nee, niet gestolen, anders had ik het opgegeten gisteren, maar ik heb het apart gezet. Dagen gaat het duren voordat het zacht is. Mensen, fijne Sinterklaas met Mapaanpang. Ik kan wel een zwarte piet gebruiken nu. Met nadruk op zwarte piet. Zonder T. P-I-E, ja. Zwarte P-I-E, zonder T. Mensen, ik word verliefd op iedereen hier. Dat is echt mijn issue. Mij moet je niet brengen op plekken. En te lang laten met mensen. Ik begin alles en iedereen te romantiseren, zoals die vrouwen. Heb je toch tijd? Veel te veel tijd, joh. Bij mensen, ik voel me niet echt geweldig, dus. Ik ben heel erg moe. Heel erg moe, heel erg moe. Heel erg moe. Tja. We gaan ontbijten. We hebben net gevolleybald. Volleybald. Dus ik ben een klein beetje bezweet. We hebben hier een gymzaal. Leer je toch vroeger hoe je vroeg naar school ging in de gymzaal? Zo lijkt het. Maar een klein beetje kleiner, toch? Vloer, alles. Hetzelfde meubilair, alles. Maar waar ik gebleven was, was eigenlijk vanochtend dat ik ben gaan ontbijten. Nadat ik heerlijk heb gedoucht. Moet jullie even een beetje bijpraten hoor. Blijf kijken. Hi boy. Dus ik heb ontbeten heerlijk. En vervolgens was er een groepje. Nou, zijn we gaan wandelen. We zijn gaan lopen buiten. En ik was al niet goed opgestaan. Maar een paar dingen die zijn gebeurd vanochtend. Waardoor ik echt richting heet ben gegaan in mijn hoofd. Ik ben verschrikkelijk... de afkikverschijnselen die ik heb van die nicotine is zoals we eigenlijk het allemaal wel denk ik kennen. Is die prikkelheid en geïrriteerd. Je weet toch, je gaat van 0 naar 100, eigenlijk van 0 naar 1000. Die 100 sla je ook over. Van 0 naar 1000 voor vrij weinig, voor eigenlijk niets. Of wanneer er een situatie is vanochtend waarvan ik denk... Je bent fout. Ja, dan heb je ook nog eens je gedrag dat je zegt van ik heb gelijk.
Dus dan is die heet hoofd en je gedrag helemaal geen goede combinatie. In ieder geval, ik heb die man geschreeuwd. Want je moet niet komen lullen. We hadden vanochtend 11 uur ergens moeten zijn. Waar ik graag naartoe wou. Een bepaald programma wat ik wou volgen. En we moesten zo nodig een rondje gaan lopen. Omdat jij graag een rondje wil lopen. Fijn. Maar we moeten wel het programma hier fucking aanhouden. Anyway, er was een tweede programma waar ik toch nog bij kon aansluiten vandaag. Van anonieme alcoholisten. Ik wou daar heel graag al een keertje naartoe gaan. Eigenlijk sinds ik anonieme alcoholisten ken. De term. En ik ken het van films en series. Wil ik eigenlijk altijd een keertje naar binnen gaan daar. Om te zien wat daar gebeurt. En anonieme alcoholisten. Wat is nou anoniem alcoholist? Als ik bij het idee nadenk. Denk ik mezelf anoniem. Wat is het? Vanuit de interesse en nieuwsgierigheid. Toch wel, ik ben gegaan hoor. Ik ga jullie een ander filmpje vertellen daarover. En ik kijk op Penslot. Hallo Penslot. Nee, ik kan je niet op film zetten. Dan kijk maar voor die camera's. Mijn sexy sta ik hier. Ik ben met jullie bezig, maar ik ben ook daar bezig. Anyway, ik ben geïrriteerd. Oef. Niet normaal. Maar we hebben even gevolleybald. En ik heb een klein beetje moeten bemoeien, want hij zat in het andere team. Waar ik geïrriteerd op ben. Het is gewoon dat je een slachtoffer moet zoeken hoor. Ik zoek het niet bewust. Maar als je je presenteert als slachtoffer. Als je dom in mijn adres. Je ziet dat ik geïrriteerd ben hè. Oké. Ik overleef het wel. Daar gaat het niet om. Maar even er doorheen gaan. En het is niet van ah ik wil een sigaret opsteken. Nee. Het zijn die schommings. Die stemmingswisselingen. Omdat mijn lichaam aan het detoxen is van. Geen nicotine krijgen. Geen marihuana krijgen. En alcohol, eigenlijk die drie dingen. Het krijgt helemaal niets. Momenteel krijgt het helemaal gewoon niets. Behalve eten en drinken. En daar is mijn lichaam aan het protesteren. Ik heb het koud. Ik heb vandaag wel iets ontdekt. Wanneer mijn lichaam aan het werk is voor me, krijg ik het koud. Nu weet ik het 100% zeker eigenlijk. Wanneer mijn lichaam aan het werken is voor mij, krijg ik het koud. Wanneer mijn lichaam echt iets aan het doen is, ja, dan krijg ik het koud. Want ik heb het al dagen koud hier. Ik loop hier met 3 dekens te slapen en ik heb het nog steeds koud. Ik heb wel een fles gevonden waar ik een kruik mee kan vullen. Dus hoe Surinamers kruiken vullen, toch? Mijn oma voera kruik. Detox. Detox. We zijn aan het detoxen. Detox in het Jelinek. Weet je? Dat je toch al zover bent gekomen zou het leuk zijn. Als je moeite doet om mijn kanaal te volgen. Klik op volgen met het belletje aan. Hè? En nu ben ik even bezig met een heel specifiek dingetje in mijn leven. Maar wat je op mijn kanaal terugvindt. Zijn mijn avontuurtjes. De ups en de downs. Alles. We janken, we huilen. Maar uiteindelijk, als we de balans opmaken, worden we gelukkig. Ik in ieder geval wel. En gaan we voor het grotere doel. Tot zo. Hallo. Kijk, dit is de gang. Ik kan nu even zetten. Dit is de gang waar ik in kijk. En hier hebben we dus slaande deuren naar de andere gedeelte. Dus het is etenstijd. De andere groep hebben pizza besteld. Ikzelf, we waren even in de supermarkt zo net. Dus we hadden iets kunnen kopen. Maar ik heb eieren gehaald om een lekkere gekookt eitje te kunnen maken. Morgenochtend. We kunnen verder niet koken. Alles wordt geleverd. Dus alles kant-en-klare maaltijden die worden geleverd. Ik heb gisteren kant-en-klare rotti gegeten. Oké. Ik heb gezegd, ga jullie alles vertellen toch? Ik heb kant-en-klare rotti gegeten inderdaad. Die hele discussie, maar goed. En vandaag wordt het ook anders. Ik weet niet wat het is. Het is volgens mij een halal nasi in ketchup. Een nasi goreng met ketchup. Vlees. Maar we gaan eten. Ik zeg jullie altijd, als je genoeg zout zet voor die shit, dan smaakt het redelijk hoor. Dus ik klaag ook niet. De tafel is mooi gedekt. En ik had toch geen trek in pizza. Ik probeer wel een beetje op mijn eten te letten terwijl ik hier ben. Heel erg op mijn eten te letten trouwens.
om niet het ene, die craving te gaan vervangen voor het vreten. Dus ik heb geen cravings. Pardon. Ik heb de cravings wel, maar ik geef niet toe aan die cravings. Eet smakelijk. Zweet op mijn voorhoofd. We hebben heerlijk lopen volleyballen zo net. Een beetje gesport in de sportzaal. En dan is het ook weer donker. En buiten is het heerlijk donker. Kijk, gele waggie die staat nog steeds. Hallo. Dus. Zeer nice. Ik ga heel even. Ik denk mezelf heel even afspoelen. En dan ben ik zo terug. Doei. Weer mooi gedoucht. Dus we gaan nu even het bloed controleren weer. Medicatie, vitamintjes. En dan gaan we de avond verder bekijken.